Goedemorgen, dit is het weerzinaal van weerplaza.nl. Een storing ligt ten oosten van ons land, maar er liggen ook wat buien boven de Noordzee. Daarmee krijgt vooral het westen en noorden van het land vanochtend te maken. Bij die buien kan ook een klap onweer voorkomen, maar tussendoor schijnt ook dan af en toe de zon later vanochtend. De temperatuur tussen de 10 en de 12 graden en vooral aan zee waait een stevige wind. Vanmiddag neemt de wind iets in kracht af en is het op de meeste plaatsen droog, en tegelijkertijd gaat van het westen uit ook de zon op steeds meer plaatsen schijnen. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur die daalt vannacht uiteindelijk naar een graad of 4 op de meeste plaatsen en er kan er lokaal ook wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgenochtend dan hebben we misschien nog eerst te maken met wat wolkenvelden, maar in de loop van de dag lossen die op en uiteindelijk is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 11 en 13 graden. De wind die is daarbij meestal matig van kracht en het, het waait dan uit het zuiden. De komende dagen zien er vrij zonnig uit. De wind waait uit het oosten veelal. Dat betekent dat koudere lucht onze kant op komt. Donderdag nog 11 tot 14 graden. Maar in het weekend halen we met moeite nog een graad of 10. En in de nachten wordt het ook een flink stuk kouder, want dan kan het gaan vriezen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.